De grote finale, de herijzenis van Kunikoud. Wow, wat een special effects. Het bloed spetterde helemaal hier naartoe. Kom op, dat is gewoon ketchup. Dat maakt de popcorn alleen maar lekkerder. Shh, dit is de bloederigste show ooit. Schrijf zoveel mogelijk op over de effecten, Big. Bij het vuur in de lucht, dat dit wezen der duisternis naar het licht mag terugkeren en voor eeuwig mijn slaaf mag zijn. Ah. Ah. Kom tot leven, Kunikoud. Ja, goed zo. Kom. Atomisch! Mr. Crypt is de beste goochelaar aller tijden. Is Kunikoud weg? Ja, Horace, die is weg. Maar de vlek die je op mijn shirt gemaakt hebt, niet. Ik snap nu alle effecten, behalve Kunikoud. Het lijkt me geen kostuum. Misschien is het een hologram. Het is geen special effect. Kunikoud bestaat echt. Waar? Bedoel je dat we haar tegen kunnen komen? Kunikouds ouders waren een blork en een humanoïde. Toen die elkaar ontmoetten... was het liefde op het eerste gezicht. Ze hadden een brandende passie voor elkaar. Ze besloten onmiddellijk te trouwen. Hoera! Juppie! Hoera! Maar het sprookjeshuwelijk werd snel opgevolgd door de sleur van het dagelijks leven. De vrucht van hun liefde zou de jonge vrouw snel veranderen. In haar eentje bracht ze Kunikoud ter wereld. Haar lieve gezicht was een pijnlijke herinnering aan haar echtgenoot. Met een gebroken hart en zonder inkomsten liet de vrouw haar dochter achter in een rijk deel van de stad met de hoop op een beter leven voor het kind. Maar het ongeluk bleef de arme Kunikoud achtervolgen. Ze werd grootgebracht door een kolonie ratten in het stadsriool. Daarna werd Kunikoud geadopteerd door een circus, waar ze de assistente werd van Mr. Crypt. Wauw, wat een mazzel. Misschien heeft ze sindsdien broers en zussen gehad. Een beetje zoals ik. Bon appétit. Hey, wacht op mij. En toen bracht een grote bliksemflits Kunikoud terug naar het licht. De stop is doorgeslagen. Wat ben jij een dombo. Je laat jezelf schrikken. Als je de show zelf had gezien, zou je niet zo hard lachen. Ik ga er toevallig morgen heen met opa. In de theateragenda staat niets over Mr. Crypt en zijn experimenten. Alleen over Prins Kristal en de schone slaapster. Een echte familieshow. Atomenpuree. Dat kan niet. Dat is niet wat ik gezien Arme heb. Arme sukkel, je bent zo verknipt dat je je liefje nog zou inruilen voor vampiertanden. Ze heeft gelijk, Kit. Als je minder videospelletjes zou spelen, zou je fantasie niet zo op hol slaan. En nu naar bed. Heb ik iets gemist of zo? Oh nee, hou op, het kietelt vreselijk. Hou toch op. En nu, de laatste marteling. 10 seizoenen Tony en de Toverijstafel. 260 afleveringen, puur genot. Nee, alsjeblieft niet. Een medelijden Prins Kristal. Niet bang zijn. Neem maar een rozenwatersnoepje met honing-lavendelvulling. Hou op, nee. Geniet maar van je rozenwatersnoepje. Dan laat ik je zien wie de beste goochelaar van de wereld is. Ze hebben hem ontvoerd. Mr. Crypt is in gevaar. Ik had dezelfde nachtmerrie. Rikiki werd ontvoerd en toen... Voorspellingen kunnen echt uitkomen. Correct. Dat is bewezen door iemand die Fruit heette of zoiets. Als ik Mr. Crypt red, kan ik misschien zijn leerling worden. Dit is vet, Big Bang. Ja.
James Bond in Missie Onmogelijk. Vergeleken bij wat ik hier heb, zijn zijn gadgets prehistorisch. Waarom gaan we niet naar de politie? Die zouden niks pakken van deze eenvoudige zaak, toch, geheimagent Deng? Klopt helemaal, geheimagent Peddle. Wat? Bestaan er ook al geheimagenten? Wat gebeurt er? Hoorde je dat? Het klonk als een schip. Of een grote vuurzee. Of een grote vuurzee op een schip. Dat vreemd. De dichtstbijzijnde haven is 100 kilometer van hier. Twee kaartjes voor de voorste rij. Wat was die bel dan? De kreet van een hongerige blork van het net gedownload. Niet slecht, hè? Hey, wacht! Dat was niet slecht. Geheimagent Peddle, wat is uw situatie daar? Doel is in zicht. Ik bel je als ik binnen ben. Over en uit. De kleren van Mr. Crypt in Cunningham. Maar waar zijn ze? Joehoe, prinses. Hier ben ik. Ben je klaar? Nog niet. Wat? Ik kan je niet verstaan. Oké, daar gaat die schatje. Het publiek wordt al ongeduldig. Is hij bang dat hij gaat huilen in het theater of zo? Nee, natuurlijk niet. Hij is op een missie en... Ja, wat Horace bedoelt is dat het hem niet lukte om meteen te komen. Maar hij komt over een paar minuten. Weet je dat wel zeker, Bik? Oh, het spijt me heel erg. Ah, een klein konijntje. Nog steeds geen nieuws? Zou er iets fout zijn gegaan? Bel hem dan. Het gebruik van een gsm is streng verboden. In iedere vergelijking zit een onbekende factor, maar dit verwachtte ik niet. Het is tijd voor de grote finale. De schone slaapster wordt wakker. Bij het vuur van de liefde, dat dit hemelse wezen naar het licht mag terugkeren en voor eeuwig mijn geliefde mag zijn. Hallo. Mama, verdien ik zulke liefde wel? Wat is er aan de hand? 54 nieuwe voicemails en 34 sms'jes sinds mijn laatste telefoontje. Sos, sos, sos? Wat betekent dat nou weer? Nee, het is SOS. Hij is in gevaar, daarom bel ik hem. Kus haar, kus haar, kus haar, kus haar. Nou, deze missie is echt om... Oh. Hij is in het theater. Huh? Oh. Een schandelijke show. Ik weet niet waar jij vandaan komt, maar ik eis een verklaring. Waar is mijn assistente? Sorry, ik moet gaan. Wacht maar, ik vind jou wel. Hij zag zo blek als een geest, maar zijn kleur kapt alweer terug. Wat is er gebeurd?
We vonden je in de wasruimte met een blonde vrouw. Jullie waren van de wereld. Dat was vast de schone slaapster. Het is normaal dat je een beetje eilt. Dat gebeurt als je zo lang bewusteloos bent geweest. Hoe zit het met Mr. Crypt en Prins Kristal? De kassier heeft het ons allemaal uitgelegd. Het is één en dezelfde man. En Cunningout en de schone slaapster zijn dezelfde vrouw. Dat is het. Goochelaar en assistent speelden beide rollen. Maar ze besloten de Mr. Crypt Show niet meer te doen, want er kwam niemand. Oh, wat zouden ze met me gaan doen als ze me vinden? Maak je geen zorgen. Ze hebben geen idee waar je bent. Ja, die is hier. Ik geef hem u. Het is Prins Kristal. Ik ben er niet. Zou het niet vet zijn als Prins Kristal een show deed met drie keer de goochelaar? Game over.